Belangrijk thema is uiteraard de nakende lancering van de 5G mobiele technologie. Voor ons als belegger denk ik is 5G een heel belangrijk thema. En de manier waarop dat wij naar deze opportuniteit kijken, zou ik misschien willen beschrijven met een analogie. Als je denkt aan de wegeninfrastructuur, dan heeft men eerst de weg moeten aanleggen. Vervolgens zijn de auto's, de fietsers, de voertuigen op die weg gekomen. En tot slot goed, ja, hebben we verschillende dienstenbedrijven gezien. Ik denk dan maar aan een tankstation of aan een wegrestaurant. En het is net zo met 5G. We denken dat er verschillende fases zijn waarin je het 5G-thema kan bespelen als belegger. En we zitten volgens ons nu in de eerste fase en mogelijk aan het begin van die tweede fase. Die eerste fase is dus het uitbouwen van het netwerk. We denken dat heel wat operatoren de komende weken en maanden aankondigingen zullen maken over de commerciële lancering van hun eigen 5G-netwerk. En dus uiteraard, om die antennes klaar te krijgen, worden er heel wat chips aangekocht. En dus dat is voor ons een belangrijke opportuniteit. In tweede instantie zullen we dan de mobiele toestellen of de Internet of Things, de geconnecteerde voorwerpen zien, waar de opportuniteiten zullen naar voren komen. Om dan in een derde fase echt naar de software, de oplossingen die 5G zal mogelijk maken, te kunnen gaan bespelen.